Een vliegtuig van Malaysia Airlines is neergestort in Oekraïne met 295 mensen aan boord. A prominent Dutch scientist was on board flight 17, Joep Lange. His loss is really felt very, very severely by all of us here. Through Joep and Jacqueline's vision and untiring devotion, AIDS treatment has now saved millions of lives across Africa and all around the world. Groepen homoseksuele mannen die bent ziek werden, die rare ziektes kregen. En de eerste gevallen, dat was gewoon verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Het was een één grote puinhoop eigenlijk. En dat hij daar persoonlijk iets aan moest doen. Er was geen behandeling, mensen gingen allemaal dood. Joep was de brugfiguur tussen de kliniek en het lab. Ja, Joep die liep alle kanten op. Die maakte overal afspraken die nooit nagekomen werden. Maar Jacqueline was gewoon zijn waakhond. Ik denk dat Jacqueline ook voor Joep een hele stabiele factor is geweest. Zij haalde het geld ook wel vaak binnen, ja. Dat weet ik ook. Dat is een goede fundraiser. Dus als het over geld ging, moest je Joep niet meenemen. Die moest je er niet bij hebben. In 1996 kwam de combinatietherapie beschikbaar die succesvol bleek in de strijd tegen AIDS. Joep is daar de spel van geweest. En dat was iets waar Joep zich al jarenlang voor had ingezet. Dat was uw idee. Ja, ik denk wel dat ik als eerste groep heb dat we meer pillen moesten gaan gebruiken. Ja. En daarmee is het hier, het is nog steeds een probleem, maar het drama is er natuurlijk af. Hè. Maar in Afrika, in sommige landen, heeft het gewoon de hele bevolking aangepakt. De behandeling van die mensen in Afrika onder die omstandigheden met die gezondheidszorg, dat kan gewoon helemaal niet. Dat is onmogelijk. Mijn droom is natuurlijk dat heel veel mensen toegang tot behandeling hebben. Maar je moet ergens beginnen. En je moet daar beginnen waar geld is. He had tremendous foresight on the importance of the private sector and how the private sector could be involved in many innovative and creative ways. This Dutch group that seems to be very, very interested in innovation. In working with the private sector. Joep was natuurlijk de eerste die ermee kwam. Ik zag dat het uniek was dat we hier wel mee moesten samenwerken, wilden we effectief zijn in Afrika. Nu probeert hij als voorzitter van Farm Access om AIDS-remmers op de meest afgelegen plekken in de wereld te krijgen. And his voice then, and his research, that is where he remains unforgettable. Iemand die dus wel lokaal, nationaal als internationaal wist te handelen. When no one thought drugs could be delivered anywhere in Africa, he made that happen. Wordt u er af en toe niet moedeloos van? Ja, tuurlijk. Ongelooflijk frustrerend. Die publieke zorg vanuit de ministeries, nee, die faalde eigenlijk aan alle kanten. En Joep die zei, we gaan gewoon beginnen. We beginnen gewoon, die mensen gaan dood.